Leuk dat je kijkt naar de Weefvlog. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Nou, veel plezier met kijken. Het is zondag. Het is heerlijk weer. Alles staat lekker buiten. En Tessatje is even nog met Ster aan het spelen. Straks even wassen. Om 3 uur heeft ze wedstrijd. En vooral de rug komt alweer omhoog. Dus daar ben ik wel heel erg gelukkig mee. En ze staan weer lekker samen. Yes. Wat is er aan de hand? Vertel jij het maar. We zijn in België. Ja. Nou, in het Belgisch België. En voor de alle Belgische kijkers. Zo, ik ga Belgisch praten. Ja, dat was alweer genoeg. Vertel nou maar wat er aan de hand is. We gaan even Sterre's paspoort ophalen voor Pixiedag. Nou, het is zo dat Sterre overgeschreven moest worden op onze naam en geëxporteerd moest worden naar Nederland. Daar moet je allerlei formulieren voor invullen en dan moet je allerlei dingen opsturen. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Alleen voor de Bixie heb je natuurlijk wel paspoort nodig, want anders mag je niet met je pony rijden. En de paspoort ligt hier. Ja. Nu is het vandaag maandag. En als we het nu nog opsturen naar Nederland, heb je kans dat het te laat aankomt. En dan kunnen we dus niet met Sterre naar Bixie. En als het dan nog later aankomt, kunnen we ook niet naar Jill. En als het dan nog later aankomt, kan Kim ook niet springen met haar op de Oranjehoeve. Dus wij zijn naar België gereden zo. Ja. Kijk maar, achter ons. Heel eind rijden. Echt gewoon 215 kilometer of zo. Ja, en om het paspoort in ieder geval op te halen. 2 uur en 10 minuten hebben we erover gedaan. Ja, precies. Nou, dus wel meer, want we zijn een paar keer fout gereden. Ja, maar dat doe ik altijd, hè. Dus, we gaan paspoort halen en rijden weer terug naar Nederland. Nou, het is gelukt. We hebben het formulier, of de paspoort en het is gelijk ook het stamboekenring. Hij is vast. Zo, kijk. Ja hoor. Dan kunnen jullie zien. Oh. Sterre, Celtic. Oh, dus die oude. De oude. Oh nee, nu is de nieuwe. Kijk. Tadaa. Zo, nu kun je dus zien. Sterre is van ons. Hier. Uitverpaarden. Luxel. Dat ben ik. Dus, en we hebben ook haar paspoort. Het is ook allemaal recht, ja. Ja, zo. En ook haar paspoort. Kijken. En haar paspoort. Oh. En haar paspoort. En we ook weer terug. Ja. Dus nu gaan we weer terug naar Nederland. Joehoe. Natuurlijk hebben we honger onderweg gekregen, want het is al lang lunchtijd geweest. En hebben we een bakkertje gevonden. En dat bakkertje dat had echt van alles. Ik zal het even laten zien. Oh, Bonnie proeft ook niet. Kijk, we hebben even chocolaatjes meegenomen natuurlijk. Belgische wafels hieronder. Chocolaatjes. Heeft die wel Christine en Kim, denk ik. En dan welke? De eitjes. Hmm. En dan hier wafels hebben we. En allerlei broodjes en andere. En een lekkere koek. En Tess een koek. Lekker. En een donut heb je ook nog. Van alles heeft Tess gescoord, hè Tess? Ja. Nu gaan we echt naar Nederland. Wat zei het, ga je aan het doen? Ik ben met Sterre een beetje aan het spelen. Ja? Ja. Nou, ga maar door dan. Kunnen we even kijken wat jullie dan doen? Tess, dat moet je niet doen, want dan kan ze op het touw gaan staan en dan... Oké. Ik ga het
Met je rug naar de toe. Nee, dat moet je niet doen, Tess. Met je rug naar de toe, gewoon doorlopen. Jij de leider bent. Dan stap je er gewoon overheen. Laat de hals er maar los, gewoon doorlopen. Juist, jij bent de baas. Vandaag eventjes in de andere bak les. De normale lesbak die, of een lesbak. Die wordt schoongemaakt. Ging goed? Hè? Ze heeft gebakt. Oh. Morgen is de Pixiedag, daar gaan we heen. En wat neem je dan allemaal mee? Echt bizar veel. Morgenochtend moeten we heel vroeg weg. Dus ik heb nu alles maar gewoon even in de achterbak gedaan. Dan kunnen we gewoon pony inladen en wegwezen. Maar het is best veel. Oké. Kim en Rebecca zijn zich even aan het aanmelden. Ze zijn Tess aan het aanmelden. Ja? We gaan ons best doen. Dankjewel. Hallo, ik wil tafel stijf gaan. Voor Rick is het alleen maar extra ver. Ik vind het niet leuk. Nee, deze zit er wat. Ben probeert uit beeld te blijven. De kleine diva wordt geveterd. Moet je ook storen? Nee. Pixiedag. En Tess heeft nu een crosslesje door de waterbak heen. Ja, volgens mij vindt ze het wel leuk. Oh, Tess denkt het gewoon nog een keer. Ik bedoel, enthousiasme al om. Eventjes of heel veel eventjes. Kim en Rebecca in hun natuurlijke habitat. Dat dacht ik ook. Hij is ook zo mooi. Rick. Wat doe je in de stal? Ik weet het niet. Ben je opgesloten? Waarom? Ik kan er niet meer uit. Wat heb je gedaan? Ik weet het niet meer. Ik kan er niet meer uit. Kijk maar. Je moet er ook blijkbaar niet uit. Je zit niet voor niks achter tralies. Fabienne die heeft me erin gelokt. Ah. Weet je dat ze helemaal geen Fabienne heet? Fabienne. Ja. Fabienne. Het klinkt misschien hetzelfde. Het is ook hetzelfde. Ook achter de tralies. Wat heb jij uitgevreten? Oh, hallo. Hoi, Kim. Hoi. Zo, klein meisje. Jij staat lekker buiten. En de meneerse paardjes staan al lekker buiten. En de meneerse ponies. En aan de andere kant staan de meneerse ponies al buiten. Ik zal er even heen lopen. En hier ben je en Vrona en staan de paardjes of de meneerse ponies lekker buiten al. En wij mogen. En Binky. Wij mogen zondag, meisjes. Dan mogen jullie het land op. Bedankt voor het kijken. Geef gewoon een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal.